Hallo mensen en welkom weer bij Amy Kiddo uit een nieuwe serie Super Smash Bros. Voor de Nintendo 64. En de vraag is, we gaan gewoon battelen. We kijken hoe lang het leuk is. Ik vind het een heel grappig spel, een leuk spel. En we gaan gewoon de 1 player mode doen. En we gaan kijken hoe ver we komen. Ik ben... Komt hij Link? Of Link? Ik zeg Link en ik bedoel eigenlijk Samus. Ik ben altijd Samus. Weet je wat? Ik ga het wel gewoon op hard doen. En dan kun je zien van, nou, hoe goed ben ik. En hopelijk haal ik het. We gaan even kijken hoe ver we komen. Yeeha, let's go. Kom maar op, Link. Ik woon jou. Oké, Link is niet zo moeilijk. Misschien kan ik de volgende keer... Ik merk nu al dat Link niet echt dit moeilijk is. Maar misschien wordt het later moeilijker. En dan denk ik van, oh god, wat ben ik... Nou, dit was heel makkelijk. Dit was een beetje te makkelijk. Ik weet niet, hebben jullie dit vaak gespeeld zelf? Ik echt heel veel. Ik ben boel en zo... Vroeger werd ik echt hard ingemaakt. Toen ik me ook wat herinner. Ik was niet de beste. Ik stond altijd op een afstandje met Samus. Ik en zo. Dat was een van de fijnste krachtpower van Samus als het ware. Het schieten. En die balletjes en zo. En natuurlijk Samus een vrouw. Dus ja, waarom zou je geen vrouw kiezen als je dat kunt? Woehoe! Alleen, jammer genoeg had ze toen nog geen Zero Suit. Dat was best wel vet geweest als dat wel zo was. Kom op, Rotjoosjes. Oh ja, ik heb een of andere vage... Oh, Blastoise. Een of andere vage fout ofzo. En heel alle items die geven niet goed weer ofzo. En doet het niet helemaal lekker. Maar goed, jullie hebben daar geen last van, ja, je ziet niet wat het is. Ik zal er meer last van hebben, aangezien ik niet goed kan zien wat voor item ergens ligt of wat voor item überhaupt iets is. Kom op. Oh. Kijk, hier weet ik nou wel dat een stafje is. Een leuk ding, kun je goed naar. Dus, kom op, deze. Die laatste, dit is moeilijker dan Link. Hoewel, het moeilijkheidsniveau hiervan is ook niet bepaald hoog. Dus, ja. Kijk, en we zijn er al weer rap doorheen. Ik had verwacht dat het iets moeilijker zou zijn. Of ja, ik weet niet. Misschien dat ik dit in 2 fases kan doen of 2 afleveringen zo. En tot de helft kom en dan even zeg van nou, dan laten we het hierbij. Of misschien ga ik gewoon wel gelijk door. Fox is over het algemeen iets vervelender, vind je, maar goed, dan... En altijd is een boel van, je moet nooit in de lucht gaan aanvallen tegen Fox, en toch blijf ik het... Robbeest! Jak. Fox vind ik nog een van de meest vervelende karakters. En vooral omdat hij mijn ballen ook zo goed kan. Toch blijf ik de Aerion. De luchtgevechten tegen iedereen heel vet vinden. Auw, zie die graphics, zie die kwaliteit. Auw, voel je de fury. Oké, dat zwaard dat is dus bad als je dat krijgt. Voel mijn wraak. Hoppatee, kabaal. En weer een winst. Winnen. Op naar het volgende level. Zul je zo snel doen, man. Ja, dit level is echt vervelend. Dat kan ik je wel vertellen. Ik ga dit ook gewoon niet halen. Ik ga het wel proberen. Kijk, zoals je ziet, en die doen nou heel in die mini klein. Ik weet niet of daar heel veel uitmaakt in vergelijking met hoe moeilijk het zou moeten zijn oorspronkelijk. Dat gaat niet lukken zo. Ik moet het zo doen.
ik doe eerst even die, al die veilige, soort van veilig, wat je veilig moet noemen. Ik durf niet, ik ben bang. Ik ben echt bang. Oh, woehoe. Oh, wacht, ik zit er een, of twee zelfs, wow. Hmm, best wel goed. Op de... Dit is waarschijnlijk één van de eerste. Mensen, daar ben ik weer. Ik was heel even wou dat ik even naar de wc toe moest. Ik ben op alle verkeerde knoppen. Dit is ook een pittig vervelend land, want soms heb je echt heel slechte medespelers en dan is het pittig vervelend. Nu gaat het goed, sorry. Even kijken. Kijk, in dit soort dingen doen we het makkelijker. Hoppatee, oké. Die mijntjes, denk ik dat dat wel een probleem zou worden. Nou, ik denk dat ik het hierbij laat. Het is kort, maar het is krachtig. Mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken als je het leuk vond. Abonneer voor meer. En dan check ik jullie later.